Het bijzondere van deze gevel is wat we noemen de kaders. De omkastingen van die ramen. Je ziet daar heel veel variatie in. Maar aan de zuidgevel zie je één terugkerend element. Is dat de bovenkant als een soort pet naar buiten steekt. En daarmee dus de zon zoveel mogelijk weert van het glas. En daarmee ook de warmteontwikkeling binnen. En je ziet ook nog het verschijnsel oost-west. Rechts is oost, links is west. En ook de zon die er in het westen hieronder gaat, die willen we ook niet in de ramen hebben. Dat heeft tot gevolg dat je er binnen dus heel weinig last van hebt. Maar ook dat het weinig invloed heeft op het klimaat binnen. Elk raam kan geopend worden door de gebruiker in de ruimte. Met het doel om psychologisch zelf de regie te hebben over de frisse lucht. Dus niet alleen architectonisch, maar ook functioneel deze constructie die prachtig is om te zien. Dit is een mooi voorbeeld van het werken. Dus niet meer een oude balie, maar gewoon met z'n allen op een werkeiland. Iedereen wordt gezien en kan gezien worden. Ontvangen niet meer alleen een gastvrouw, maar ook ICT. Maar je zag ook net de directeur die even netjes aan een van die werkeilanden ging zitten. Omdat hij eventjes iemand moest ontvangen en tussendoor nog even wat deed. Want per slotregel heeft niemand hier meer echt een eigen plek. De bedoeling is toch dat mensen door het gebouw heen bewegen. En dat de afdelingen wel in vlekken zitten en zich in vlekken begeven. En vandaar ook dat dit zo'n mooi voorbeeld is. Niet meer de balie tegen de muur, maar gewoon vrij in de ruimte. Het mooie van deze plek en ook de transparantie is die we steeds voor ogen hebben gehad in het hele gebouw is. Je ziet de mensen naar de Jumbo gaan, je ziet de mensen binnenkomen, je ziet de mensen die aan het werk zijn. Kortom, eigenlijk om alles wat met beweging en ontmoeten heeft te maken en binnenkomen, komt hier allemaal bij elkaar. Dit is ook een mooi punt in het gebouw waarin je de transparantie en de zichtlijnen goed waarneemt. Enerzijds kijk je hier dwars door de velden heen. Je ziet daar ook mensen aan het werk, maar dit is ook een lesplek. Dus ook van buiten kun je dan zien wat er aan les gegeven wordt en naar boven toe. Kijk je naar het restaurant en als je dan de verdieping omhoog gaat straks, en dat zul je ook zien als je naar boven gaat, dan wordt het steeds minder transparant en steeds minder prikkels die er dan ontstaan.